Welkom terug bij City News, waarin we verder praten met de heer Ron Drosten, directievoorzitter van de Rabobank, over onder andere cultureel ondernemerschap. We gaan lekker lang shoppen in de Shopping Night en we brengen een bezoek aan het bruisende Hofkwartier. In Den Haag is het goed winkelen. Maar hou je nou echt van shoppen en koopjes, dan moet je naar de Cool Hunt op 14 juni tijdens de Shopping Night. En deze heer Bodie gaat daar een belangrijke rol spelen, want die kan tijdens de Chihuahua Race allerlei cadeaus winnen voor zijn eigenaar. Maar ook mensen zonder Chihuahuas kunnen met allerlei codes kortingen krijgen tijdens de Shopping Night. En korting, dat vinden we fijn. Shopping Night is ontstaan door de leden van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Die hebben dat evenement verzonnen. Dat is in 2006 gebeurd. Dat is ook de eerste editie in 2006. En dat is eigenlijk een combinatie van shoppen tot middernacht. Dus shop till you drop. En entertainment. Toen we in 2006 begonnen met de Shopping Night, waren er al 60.000 bezoekers de eerste keer al. En dat is eigenlijk alleen maar een groter succes geworden in de afgelopen jaren. De afgelopen jaren hadden we zelfs 110.000 bezoekers. Dat is uniek in Nederland. En het heeft nu zelfs navolging gevonden in andere steden. Maar er is er geen eens zo groot als in Den Haag. De Shopping Night is voor iedereen bedoeld. Maar wat je ziet de afgelopen jaren is dat er wel heel veel vrouwen en heel veel jongeren komen. Dus daar spelen we wel met speciale acties op in. Ik zal mijn collega Angelique Werner vragen om een aantal dingen te vertellen over de acties die gaan plaatsvinden. Dit jaar het thema Cool Hunt gekozen voor de Shopping Night. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat tegenwoordig iedereen winkelt met zijn smartphone. En smart wil ook zeggen slim. En die avond is ook echt gericht om slim te winkelen met je smartphone. We hebben acties met Secret SMS Service. Krijg je berichtjes over de laatste aanbiedingen. Maar daarnaast werken we ook met QR-code modellen. Waarvan je dan de QR-code kan scannen. Plotseling zijn die modellen daar en dan kan je een hele leuke prijs mee winnen. Het thema Cool Hunt heeft ook te maken met jagen. En het leuke daarvan is dat je het dan niet zelf hoeft te doen. Je kan daarvoor je hondje ook laten werken. En we doen dat met een hele leuke Chihuahua race. En ik heb hier alvast één hoofdrolspeler. En dat is Bodie. En die is alvast in training voor de Chihuahua race om mooie prijsjes te winnen. Hé Bodie? Tijdens de Chihuahua race gaan de hondjes gaan racen eigenlijk voor hun baasjes. En degene die het snelste loopt, ze moeten 7 meter moeten ze lopen, die kunnen een prijs winnen, een waardebon van 100 euro van een van de leukste modezaken in Hoogstraat, Noordeinde en de plaats. Op dit moment zijn we in de Haagse Bluf en tijdens de Shopping Night kan je hier beauty touch-ups kan je doen. Je kan je nagels helemaal laten bewerken. Maar wat ook heel erg leuk is, we hebben in etalages hebben live bodypaint. Onder het motto, ik heb niks om aan te trekken. Bij de bodypaint zie je de kunstenaars die dat eigenlijk live zijn ze aan het doen op modellen. Kan je eigenlijk zien van hoe dat werkt. Maar daarnaast kan je ook zelf, als je durft, een klein kunstwerkje op je gezicht laten aanbrengen. Of op je hand, een tijdelijke tattoo. Naast het winkelen tijdens de Shopping Night is er ook een hele grote modeshow, Mega Catwalk. Maar we hebben ook voor de mensen het leuke idee van de Goodie Bag Bites. Je kan voor een bedrag van €12,50 eten in de restaurants in de binnenstad van Den Haag. En daarbij bij het afrekenen krijg je ook nog een leuke goodie bag met allerlei leuke vouchers en goodies. En er is een gratis shuttle service met de milieubewuste G-Cab. Iedereen moet het gewoon in zijn agenda zetten. 14 juni, dan gebeurt het Shopping Night in de binnenstad van Den Haag. Het begint al om 6 uur en het duurt tot middernacht. Don't miss it.